Dankjewel. Goedemorgen. Leuk, Enschede. Mijn familie is op een of andere reden hier naar toe getrokken. Dus ik spier een beetje proef, begrijp ik wel zo goed waarom. Ik ben daar mooi in Utrecht bij verhangen en werk nu in Eindhoven als onderzoeker en ontwerper. Zoals je al zei, ik ben gepromoveerd op het gebied van games en ik heb een beetje gekke achtergrond. Ik heb kunstacademie gedaan, toen ben ik een spel ontwikkeld met mijn afstuderen. Mijn eigen bedrijven gestart, toen ging ik master doen. Toen ging ik onderzoek doen naar waarom zijn games nou zo expressief of hoe kunnen we dat inzichtelijk maken. En ik dacht dat ik er eigenlijk heen ging om dure woorden te leren zodat ik mijn games beter kon verkopen. Maar het was toch een soort van abstractie en toen dacht ik, dat was eigenlijk wel tof. Toen ben ik gaan werken in Ranch, Rotterdam. Zij maken serious games al 20 jaar lang, denk ik. En toen ben ik gevraagd om een PhD te doen. En die mocht ik 14 januari verdedigen. Dus dat was heel fijn, die is klaar. Er is een mooi boekje uitgekomen. En momenteel ben ik werkzaam als onderzoeker in het Games for Therapy project. Waarin we kijken hoe we games kunnen inzetten in de geestelijke gezondheidszorg. En dan zitten we wel in een instelling en zo. En met mij veel gepraat. Ja. De meeste mensen kennen me van Games for Jams. Dat zijn games waarin, dat zijn bijeenkomsten, een soort van hackathons, waarin we in een weekend een spel in elkaar klussen met een bepaald doeleind. Dat zijn hele leuke weekenden, heel gezellig. Boven zie je hoe we dat voor gezondheidszorg hebben gedaan. Je krijgt een beetje een impressie van de Games for Health Jam die we in het zwembad hebben gedaan. Gingen we kijken of we games konden ontwikkelen in het zwembad. Daaronder zie je Games for Academicus. Dat, je ziet dat dat ook heel veel fun en happiness is als je daar bezig bent. Het is een hele mooie manier om mensen te verbinden en te inspireren. En laatst ben ik gestart met een Games for Diversity initiatief waarin we een bijdrage willen leveren. En er komt een prachtige volzin aan de correcte representatie en de inclusie van socioculturele minderheden in populaire cultuur. Precies, ja, binnen de game-industrie, we zijn een groeiende industrie. Hè. We bestaan pas 40 jaar en eindelijk komen de genderdiscussies los. En ook de discussies over ras en seksualiteit. Dus ik dacht van, in plaats van de hele tijd op een soapbox te gaan staan vertellen dat iedereen het fout doet, is misschien leuk om te laten zien dat het ook kan, zeg maar. Dus in plaats van stap jamming, dat was eigenlijk een beetje de boodschap. En we hebben vorig jaar voor LGBTQ-perspectieven wat ontwikkeld. Dit jaar gaat het over etnische minderheden, of etnische achtergronden, geen minderheden per se. En volgend jaar gaan we religie doen, dus islamitische games. Dus dat wordt tof. Genoeg. Happiness, ja, ik vind het een beetje een gek woord. Ik ben het altijd wel een beetje. Maar, en vooral omdat ik van spelen hou en ik vind dat die relatie heel erg sterk. De relatie. Oh, wacht even. Nee, de relatie is heel mooi, maar spelen moet je niet altijd horen, dat moet je gewoon doen. Dus ik dacht, ik ga 3 spellen met jullie spelen en ik heb voor jullie kaarten neergelegd. Eentje is een rode met een hartje, dit vind ik een leuk spel. De andere is, dit vind ik een inspirerend spel. En met dit spel kan ik niet zoveel. Dus het eerste spel is score. En ik wil jullie vragen, zeg maar, binnen 3 tellen. De eerste die opstaat krijgt 100 punten. Dus 1, 2, 3. Dankjewel, dat is leuk hè. Sommige mensen staan al op. Het kost me heel veel energie, maar degene die dus laatste opstaat, die verliest 100 punten. 3, 2, 1. We zijn wel een bijzonder publiek, want normaal gesproken laat iedereen zitten. Daar gaat een punt. Dan gaan jullie vragen wat jullie van dit prachtige spel vonden. Rood, rood, geel, inspirerend zelfs. Als gameontwikkelaar ben je altijd benieuwd naar hoe je spel komt ontwikkelen en wat het zelf gaat lopen, zodat je er geen omkijken meer naar hebt. Je kunt je voorstellen dat als je een spel als dit ontwikkelt, waarin je nieuwe regels gaat bedenken en er een heel veel beloningsstructuur ontwikkelt, dat je daar heel erg aan moet trekken. Hey, ik moet het aftellen en ik moet het uitleggen en ik moet je complimenteren voor wat je hebt gedaan. Als we dit 15 keer gedaan hebben, dan is de lol eraf. De nieuwigheid is eraf en niemand wil het. Dus
Ik wil met jullie nog een spel spelen om een beetje uit te leggen wat de kracht van een spel kan zijn. Jullie kennen allemaal Rock, Paper, Scissors wel, denk ik. Dus dan wil ik weer vragen om te gaan staan. Je speelt Rock, Paper, Scissors met iemand die naast zit. Als je vliesgrijs zit en zoek je de winnaar het uit. Ik vind het veel leuker. Ik zag mensen spelen met de regels, hè, dat we met z'n drieën gaan spelen in plaats van met z'n tweeën. En ik zag mensen lachen met elkaar. Van, hoe zit het nou? Dan, nee, wacht. Oké. Okay. Nee, ik had het verkeerd. Iemand die zei, nee, zo zit het niet. We moeten 1, niet zo, in één keer. Discussie over niks, maar wel veel contact. Jij hebt misschien met iemand gespeeld die daar stond. Ik zag mensen opeens rondlopen. Dus het is een spel, zeg maar, met een hele simpele regelset, die mensen heel sterk, heel snel bij elkaar brengt. En als ontwerper hoef ik er niks meer aan te doen. Ik zeg, nou, ga dit spelen en iedereen doet het. Ja, zo makkelijk. Ze werkte gelukkig niet altijd. Anders was gameontwerp niet zo boeiend. Dan wil ik een laatste spel met jullie spelen, waarin ik eigenlijk nog meer de betekenis bij jullie wil neerleggen daarvan. En de regelset en alles. Er is gewoon één regel. Ik wil graag vragen of jullie je ogen dicht willen doen zo meteen. Of nu, kan ook. Jullie tellen gezamenlijk tot 10. En de regel is, je mag niet een getal 2 keer achter elkaar of tegelijk zeggen. Als dat gebeurt, dan begin je weer opnieuw met tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wat ik wel leuk vind aan het spel is dat mensen die niet mee willen doen, gewoon bij kunnen zitten zonder dat ze erg opvallen. Dus met Rock, Paper, Scissors, als je gaat zitten ben je af, ben je eigenlijk buiten het spel, dus er eigenlijk niks meer aan. Hier heb je een soort van coöperatieve game waarin iedereen samenwerkt aan een mooie doelstelling. Tot 10 tellen, super ingewikkeld. Er is onduidelijkheid over de regels, dus er wordt gediscussieerd over wat de regels zijn. Sommige mensen pakken door, andere mensen gaan de regels ingooien, gaan andere woorden vertellen. Tellen naar min, dat wordt genegeerd, er wordt meegesteld. Dus er ontstaan allemaal leuke dynamische dingen. En ik heb alleen maar gevraagd of jullie tot 10 willen tellen. En als je dubbel hebt gedaan, dat je dan teruggaat. Ik heb niks gedaan, ik stond gewoon een beetje aan de achterkant. Normaal doe je tot 20, vind ik bij de presentatie een beetje lang. Maar je merkt zeg maar dat er heel veel spanning en sensatie ontstaat. En dit is eigenlijk een beetje waar ik naar op zoek ben als ik games ontwikkel. Ik noem dit autonomie ondersteunende games. Een flink kader waarin je wel hele duidelijk je eigen richting mag bepalen. En ik wil eigenlijk vragen of jullie Cosmic Counts voor mij willen eten ten opzichte van
eerste spel, Score. Oh, fijn. Ja, dus heel veel vragen, dat roept het op. Dat is mooi. En inspiratie. Ik vind dat op zich van, ik vond het leuk. Dus dat is al een veel rijkere ervaring. Dank jullie wel. Dus daar ben ik wel blij mee. Dat is wel prettig. Fun. Fun. Dat is waar heel veel gaming developers naar zoeken. En wat ook tijdens congressen waren gezegd. Nou, als je een game gaat maken, dan wordt het wel leuk. Dan wordt het leuk. Dan gaan we zoeken naar fun. Om het een beetje onbeschoft te zeggen, ik vind het fucking bullshit. Ik weet niet hoeveel mensen jullie... Wie van jullie speelt spelletjes? Computerspelletjes? Oh, spelletjes. Spelletjes. Bordspelletjes? Ja. Iedereen speelt. Dat is wel fijn. Want spelen is niet per se altijd leuk. Want soms moet je verliezen, soms is het lang. Deze jongen is een computerspel aan het spelen. En om nou te zeggen dat hij fun uitstraalt... Dus in plaats van fun vind ik het misschien interessanter om je te richten op engagement. Want hoe ben jij nou betrokken eigenlijk bij wat je doet? Hoe voel jij nou dat jij hier betekenis aan kan geven? En dat is een onderdeel van motivatie. Van wat drijft ons nou? Wat maakt ons gelukkig? Wat maakt ons blij? Waarom doen we dingen? Daar ging mijn onderzoek over. Nou, over games wordt heel vaak gezegd, zeker binnen de serie game industry. Games zijn intrinsiek motiverend. Weer bullshit. Want dat is niet waar. Dat kan niet. Het kan niet zijn, ik denk dat eerder wat ze dit bedoelen. Games zijn heel erg engaging. Maar ook dat is niet waar, want niet alle spellen zijn. Dus ik dacht, nou, misschien is het dan een beetje dit. Kijk, sommige games zijn heel erg, kun je erg betrokken bij zijn. Maar als je nou naar een spel kijkt, bijvoorbeeld schaken, dat is gewoon een object. Er is niks engaging aan. Pas als je het gaat spelen, wordt het interessant. Dus in plaats van games als artefact, denk ik. Spelen is highly engaging. Nou, waarom heb ik deze hele vernauwing nou moeten doen? Voornamelijk omdat er mijn inziens te makkelijk werd gesproken over games. Van, nou, we stoppen er een game in en dan is het leuk. Ik wilde weten waarom mensen spelen zo leuk vonden of waardevol of betekenisvol. En omdat ik onderzoek deed bij Industrial Design in Eindhoven, wilde ik eigenlijk weten hoe ontwerp je daar nou voor. Nou, ik heb een mooi boekje over geschreven. Kun je lezen? Graag. En daarin beantwoord ik drie vragen. Ik ga er twee met jullie bespreken. Eén, wat is spel? En twee, wat is motivatie? Spel wordt doorgaans gedefinieerd bij zijn emotionele respons. Dus het spel is leuk, het is frivol, het is informeel, het is buiten de werkelijkheid om... En dat geeft me eigenlijk niet zoveel inzicht in het spel aan zich. Een boek kan frivol zijn. Een film kan buiten de realiteit geplaatst zijn. Dus dat soort reacties op een activiteit of op een spel geven weinig inzicht in wat dat spel eigenlijk doet. Ik dacht, laat ik me dan eens gaan richten op de activiteit zelf, spelen. Spelen is een activiteit, is een soort van werkwoord. En spelen gaat altijd over iets van verandering. En dat vond ik wel een beetje spannend. Want wat betekent dat nou? Ik kwam tijdens mijn zoektocht de literatuurstudie op het woord restructuring tegen. Of herstructureren. En dat vond ik eigenlijk wel heel raak. Want met herstructureren ga je uit van een bestaande situatie. Die verander je. En dan creëer je iets nieuws. Bijvoorbeeld van een papiertje. Een papiertje als licht is een papiertje. Zodra ik hem ga vouwen. En ik vouw er een vliegtuig van. Ben ik aan het spelen met de kernwaarde van het papiertje, namelijk dat ik kan vouwen, dat het licht is en vervolgens kan ik ermee gooien. In de game-industrie komt herstructureren het best naar voren in Minecraft. Zijn jullie bekend met Minecraft? Minecraft is een soort van virtuele Lego-doos. Behalve alles dat er in Minecraft alle stenen er al liggen. Dus je moet een steen weghalen en dan kun je een steen ergens anders op een andere manier neerleggen. Dus je gebruikt de bestaande situatie, die herschikt, die manipuleer je en zo creëer je iets nieuws. Bordspel misschien? Carcassonne? Kent u dit? Prachtig spel. Ook een spel waarin je met de regels probeert elke keer een unieke stad te maken. Dus je bent continu de bestaande situatie aan het veranderen. Nog ouder, een balletje balletje. Deze foto. Ik wil niet dat mensen er zo uitzagen.
1450. Het heen en weer veranderen en het volgen van, maar eigenlijk was niet degene die aan het kijken was, maar juist degene die met de balletje aan het spelen was. De balletje aan het herstructureren, die was eigenlijk het meest aan het spelen. Is het duidelijk? Hebben jullie vragen over? Kunnen jullie dat laten zien met elkaar? Ja? Er zit nou, wat je niet noemde, is het element van competitie. Ja. In het spel. Ja, competitie is zo saai. Dus kan je inderdaad het spel hebben zonder competitie? Ja, dat kan. Zo net hadden we een spel zonder competitie. Ja. En ben ik toch aan het spelen. Ja. Als ik in de zandbak ben, ben ik ook aan het spelen. Hoe is dat zonder competitie? Ik kom heel graag er zo meteen, maar laten we dat dan... Balletje maken nog van. Ja, ik wil heel graag op terugkomen, laten we dat tijdens de borrel doen. Dan probeer ik nu, zeg maar, mijn punt te maken, dan kunnen we daarna over de competitie praten. Ja. Motivatie, nou ja, de reden dat ik daarop richt, zeg maar, motivatie, is niet op die competitie. Dus omdat ik maar voor motivatie vraagstuk heb ik me aangesloten bij zelfdeterminatietheorie, dat is een cognitief-psychologische beweging. En zij stellen dat mensen zich autonoom voelen, of gemotiveerd kunnen voelen als ze zich competent, autonoom en verband voelen ten aanzien van de onderhandeling. Dus je hebt het gevoel dat je het kan, je hebt het gevoel dat je het zelf doet en op je eigen manier, en je hebt het gevoel dat je het doet met mensen die het doen voor jou. Omdat mijn onderzoek ging over een schoolsituatie, dacht ik, nou, competentie, hè, daar zijn die scholen wel goed in. En die hebben een prachtige leerlijnen, daar ga ik niet op richten, dat vind ik interessant. Daar kan ik niet echt veel bijdragen met mijn game. Verwantschap, kinderen zitten al bij elkaar in de klas. Ja, ik kan er wel wat mee doen, maar ook niet zo spannend. Wat ik spannend vond, was die autonomie. En autonomie gaat erover dat je een interne locus van causaliteit hebt. Dus jij hebt het gevoel dat wat jij doet effect heeft op de wereld. Of op iets wat je aan het doen bent. Nou. Als je aan het herstructureren bent, heb jij impact op wat er gebeurt. Dus de interne locus van causaliteit is heel direct. Dus ik dacht, nou, als je nou meer kunt herstructureren in een spel, ben je dan meer autonoom en voel je dan misschien meer gemotiveerd? Dat was een beetje de vraag van mijn onderzoek. En toen ben ik een spel gaan ontwikkelen voor wiskundeonderwijs. En heel gechargeerd lijkt het een beetje hierop. Het was een spel over permutaties. Dat vond ik een te lange uitleg, zeg maar, voor nu. Maar dit ging over... Dit is bijvoorbeeld een drill practice oefening, waarin je eigenlijk maar één antwoord mag geven. Dus de herstructureerbare waarde van dit spel is 1. In dit spel kun je verschillende tegels kiezen om het antwoord te formuleren. En nog steeds gaat het over vermenigvuldigen. Dus de herstructureerbare waarde van dat spel is ietsje groter. Je bent ietsje autonomer. En ik was benieuwd hoe dat van impact was op de motivatie van studenten ten aanzien van onderwijs. De linkergroep, die het spel van de drill practice gaat, dus eigenlijk de lage autonome versie, die zeiden dat ze intrinsiek gemotiveerder waren om te leren. Ik dacht, verdorie. Heb ik hier mijn hele relaas gehouden en dan komt er eigenlijk het tegengestelde uit. Niet helemaal, want de autonome versie die nam het gevoel van externe regulatie, het gevoel dat je dingen moet, omdat het moet, dat nam daar af. Nou, toch gewonnen. Hè? Maar ik was wel benieuwd waarom die mensen, waarom ze nou die intrinsieke motivatie zo toenam. Waarom gingen mensen onderwijs leuk vinden om het onderwijs? Dat leek me heel onwaarschijnlijk. En toen ging ik terugkijken naar wat er in die lessen gebeurde en hoe dit spel werd gespeeld. En toen werd me opeens wel duidelijk dat het en heel erg overeenkwam met de verwachting die studenten hebben ten aanzien van wiskundeonderwijs. Eén antwoord is een goed antwoord en de rest boeit eigenlijk niet, terwijl dat wel geprobeerd uit te leggen valt. Dat spel gaf heel duidelijk feedback van ja, dit is de regel, die moet je zo toepassen, heb je goed gedaan. Dit is de regel, die heb je zo goed gedaan. Goed gedaan. Dus die regel, die kenden ze allemaal. Bij de autonome versie wisten ze de regel van die permutatie eigenlijk niet zo goed. Maar intuïtief voelden ze heel goed hoe ze het moesten oplossen. Dat was wel helemaal vlekkeloos gespeeld, niks aan de hand. En toch voelden ze niet dat ze wat hadden geleerd. Dus mijn focus op mijn autonome interactie heeft een beetje de focus van competentie misschien een beetje verdoezeld. Ja, ik krijg ook veel bij de eerste deel veel meer het idee van daar zit al eigenlijk voor mij meer de game effect in.
van, ik, als ik de andere kant zou doen, de linkerkant zou doen, zou kijken hoe snel kan ik dit oplossen geven of hoe snel kan ik dit proces doen. Dus dan heb je alweer een soort van spelelement erin zitten wat je dus bij die andere manier hebt zitten. Ja, nou mijn hele boek gaat er dus over om dat idee, zeg maar, een beetje te nuanceren. Dat spelen niet gaat over winnen, spelen gaat over spelen. En spelen is herstructureren en als je herstructureert, ben je eigenlijk aan het spelen. En daarmee probeer ik te zorgen dat mensen niet gewoon nog meer doelen en nog meer regels op het onderwijs gooien. We hebben al heel veel regels en doelen. We moeten al binnen 4 jaar absorberen. We moeten al hoge cijfers halen. De score, de tijdstuk, die zit al in het onderwijs. Die hoeven niet nog eens erbij te voegen om het nog motiverender te maken. Missen? Dat was mijn... Maar wat is dan je doel dan eigenlijk? Hè? Want eigenlijk zeg je van het onderwijs, zoals het nu gaat, dat is niet goed. Oeh, dat zeg ik niet hoor. Oh, nee, dat wil ik niet zeggen. Ik wil alleen zeggen dat heel veel gamespelers die voor het onderwijs ontwikkelen, zich alleen daarop richten. En dat er veel meer rijkheid valt te halen uit een game dan alleen dat. Nou, even als voorbeeld. Want mijn zoon, die heeft op de middelbare school altijd gezegd van, ik vind er niks aan, ik moet. Maar ik ben heel erg gemotiveerd om het te doen. Ja. Want die had dus een intrinsieke drive om uiteindelijk misschien de beste te zijn of beter te zijn dan de rest. Dus dat speelde ook mee. Ja. Maar uiteindelijk deed hij dat toch, ondanks het feit, dankzij, of samen daarmee, dus dat het onderwijs zegt, ja, je moet het ook doen. Dus dat is, terwijl ik eigenlijk zeg van, nou ja, dat is ook wel jammer eigenlijk. Dat hij eigenlijk gewoon alleen maar die twee drijfveren had. Nou ja, de onderzoekers die ik aanraad voor zetten na te sturen, die definiëren motivatie en de manier waarop je gemotiveerd bent naar regulatietypen. Ze hebben dus ook externe regulatie, je moet, geïntroducteerde regulatie, je doet het om een bepaald eergevoel, een bepaald zelfwaardebeeld in stand te houden. Je doet het voor geïdentificeerde regulatie, je doet het omdat je het doel hebt geïdentificeerd en het is relevant voor je. Dus je begrijpt waarom je dat doet. Heel veel sporters doen dat, hè. Die willen een bepaald doel en die gaan 15 keer opdrukken. De opdruk is niet zo leuk. Maar ze weten dat ze daardoor sterke armen krijgen en dus op een gegeven moment gaan ze het opdrukken missen. Dan heb je geïntegreerde regulatie. Dan doe je het omdat je het zelf wel leuk vindt, maar je hebt ook nog een bepaald doel voor ogen. En dan heb je gewoon intrinsieke motivatie of regulatie. En dat is het gevoel dat je dingen doet omdat de onderhandeling aan zich bevredigend voldoende is. Je zei het al, hè, mijn zoon die gaat naar het onderwijs doen en die doet het voor duizend en een verschillende redenen. Het is heel moeilijk om dat te vatten. En uiteindelijk doe je het natuurlijk nooit voor één specifieke regulatie, maar je kunt wel zien dat een bepaalde regulatie hoger is dan ander in dat geval. Maar wil je uiteindelijk ook efficiënter maken? Want ik hoor je nou zeggen dat je games steeds meer met onderwijs wil verbinden, of tenminste dat je dan zeer meer kunt leren. Maar is dat ook efficiënter of sneller? Want als ik een bepaald iets zou moeten leren, ik heb daar 2 uur voor, en ja, met game duurt het misschien 2 uur om dat te leren en dan is het iets leuker. Ik kan gewoon een uur studeren en een uur badminton spelen. Ja, dan denk ik. Wat ik probeer aan te geven is dat ik ben niet zo geïnteresseerd in leuker maken van het onderwijs. Ik wil alleen een andere werkvorm bieden, want ik denk dat games een andere, ik weet zeker dat games een veel actievere rol hebben. Die studenten leren meer door trial and error. Een andere leerstijl die minder wordt aangeboden op inhoudelijk onderwijs, waar het veel theoretischer en interpersoonlijker gaat. Dus ik denk dat je daarmee een bepaalde doelgroep bereikt die nu nog niet voldoende wordt bediend door de huidige media, omdat de media niet geschikt zijn om dat te doen. Games zijn daar wel geschikt, die kunnen jou wel die autonomie geven en die kunnen daarbij een verrijking zijn van het huidige onderwijs aan. En of dat nou leuker of sneller gaat, dat boeit me niet zoveel. Ik probeer eigenlijk te kijken van, nou, kunnen we een rijke scala aan onderwijsmethodes aanbieden. En als we dat dan gaan doen met games, dan is dit een interessante manier om het te doen. Nou, wat wel interessant is, denk ik, dat het creativiteit meer stimuleert. Dus als je naar creatieve studenten uiteindelijk toe wilt, of individuen, denk je dat die leerstijl beter past dan de... Ja, ik zou heel graag meegaan in je geloof, maar dat durf ik niet te zeggen. Ja, maar ik zie wel wat je bedoelt, maar ik weet niet of dat zo is. Ik vind het apart dat je gaming... dat het niet belangrijk en dat het leuk zou moeten zijn. Mijn zoontje is zwaar dyslectisch. Die heeft op school, bij de les, heeft hij dan bepaalde oefeningen over gekregen. En toen heb ik gezegd, hij moest lezen op de kaartjes. Maar dat geeft de dyslectie natuurlijk heel veel grote problemen. Totdat hij eigenlijk een computer mocht. Hij is net zijn vader een gamer. Maar ik zag al heel snel dat hij dat veel makkelijker kon, omdat zijn affiniteit had. Dus als we de games ook interessant maken
in onderwijs, dan denk ik dat het niet alleen nuttig is, maar de kinderen zullen sneller dat misschien adopteren. En ik denk juist wel dat funder in zou moeten zitten, want ik zag daar al twee verschillende spelconcepten die erin op zitten, die in twee hele leuke settingen, ook voor kinderen die bijvoorbeeld dyscalculeren. Het is hartstikke leuk om daardoor misschien juist heel goed te kunnen leren. En door juist de funfactor erin te zetten, want daardoor zijn spelletjes beter. Ja, nou, daar ben ik het niet mee, met je eens. Want ik denk dat fun, dat is zo'n containerbegrip, dat is zo diffuus. En ik ben dan wel benieuwd van, wat is dan zo fun? Wat maakt die game dan zo leuk? Wat maakt je zo blij in een spel? Voor de ene kan het competitie zijn. Het ja. Kan een high score aan. Absoluut. In mijn onderzoek heb ik me op een gegeven moment gericht van, als ik het op competentie ga focussen, dan krijg je heel snel die competitievraag. Hè? Dat is heel duidelijk dat je dan voortgang boekt en beter bent dan de rest. In onderwijsinstellingen kun je afvragen of dat waardevol is. Omdat je ook heel erg inzet op geïntrojecteerde regulatie, dus het gevoel van eigenwaarde en zelfesteem. En het is gebleken dat docenten die daar heel erg op inzetten, heel snel resultaat hebben. Studenten gaan heel snel aan de slag, maar ze worden wel een beetje bang om te falen. Volgens mij is onderwijs ook bedoeld om op je bek te gaan. Dus als je, want als je faalt, als je wint heb je vrienden, maar als je faalt, dan heeft het meteen van impact op jouw eigen zelfbeeld. En dat is natuurlijk niet zo wat je wil. Als je beter bent dan de rest. Wat zeg je? Als je beter bent dan de rest, dan zijn er dus ook kinderen slechter dan de rest. Ja, precies. Ik zou de rest van de vragen even willen parkeren. Ja, omwille van de lunch. Een lekkere lunch en allemaal lekkere dingen. En een hele mooie discussie straks te doen tijdens de lunch. Dus, en kind. Dankjewel. En ik denk dat... Dat maakt in ieder geval een goed interesse. Ja, precies. Ik denk dat die fun-vraag net zo goed bij jullie kan worden neergelegd. Want werken in de loods is echt niet altijd leuk, denk ik. Jawel. Niet altijd. Ja. Mijn focus was, kan ik door meer vrijheid, meer ruimte tot herstructureren, ook meer autonomie creëren en misschien meer happiness. In het Cancer Therapy project doen we dat ook. Proberen we eigenlijk de gebruiker meer te empoweren door middel van media, digitale media. We richten ons op jongeren met examenzinnende problematiek. Dat betekent heel gechargeerd, dat betekent zoveel, ik lig alles buiten mezelf en ben heel erg snel, kort rondje, vind het moeilijk om met de omgeving om te gaan. Ik leg eigenlijk de problemen daar. Als je internaliseerde problematiek hebt, dan zoek je het eigenlijk allemaal in jezelf en ben je wat introverter waarschijnlijk. Dat doen we door met studenten naar instellingen te gaan, met therapeuten te vragen. We beginnen een expert meeting, vervolgens maak je een prototype. Hier is een prototype van het spel wat ik zo meteen even laat zien. Dit is in 4 weken hebben we dit ontwikkeld, met studenten en therapeuten samen. En ook gebruikers die op school kwamen en het spel gingen spelen. Dit spel gaat over jongeren die moeite hebben met het koppelen van emotie en eigenlijk moeilijk hebben ook om hun gedrag en eventjes analyseren en even denken van, wat gebeurt er? Die zijn snel op een lontje getrapt. Deze jongens die hebben nogal wat triggers. En een flinke trigger om als je agressief wordt, zeg maar, die hebben ze eigenlijk niet zo snel door. En ze hebben er een boel. En ze weten eigenlijk niet zo goed welke het zijn. Ze kunnen ze moeilijk controleren. Ik dacht van, welke trigger kunnen wij als speler en als ontwerper herstructureren? Waar kunnen wij bij? Wat kunnen wij veranderen? Waar kunnen wij mee spelen om hun daar meer vat en grip op te krijgen? Een ervan is je hartslag. Als je boos wordt, dan gaat je hartslag omhoog. Een methode is om je hartslag naar beneden te krijgen, dan word je rustiger. Dus we hebben een kaartspelletje gemaakt met een hartslagmeter. En daarin moest je bluffen met je hartslag. Dus we zeiden niet, je moet je hartslag naar beneden krijgen. Nou, breng je hartslag ook maar omhoog en kijk maar hoe dat werkt. En doe dat maar op de manier zoals jij wil dat het je uitkomt. Dus daarmee geef je een bepaalde eigen inbreng aan de speler. In plaats van dat je zegt, ja, ga nu je hartslag naar beneden. Als dat gebeurt, tel maar tot 10. Ik weet niet of dat ooit tegen jullie gezegd is, maar dat is heel vervelend. Een ander voorbeeld is wederom een groep jongeren die last heeft, zeg maar, met hun impulsen en het omgaan met wat soort situaties.
stel je botst tegen iemand op en in plaats van dat je hebt gezegd excuus of pas op, heb je mijn flinke Mac verkocht. En dat is dan deze week gebeurd en je komt bij de therapeut en die zegt, nou wat is er gebeurd? Ja, ik heb iemand geslagen. Oké, waarom? Nou, het was een eikel. Nou, dan daar kan de therapeut niet zoveel mee en de cliënt zelf ook niet. En daar hebben ze een model voor bedacht, dat is dat 5G-model. En daarin probeer je een situatie op te splitsen in de gebeurtenis, de gedachten die je erbij had, het gevoel wat je erbij had, je gedrag wat je vertoonde vervolgens en wat voor mogelijk gevolg dat had. Dan krijg je, dus, dan heb je dus net iemand in elkaar geslagen en dan krijg je zo'n formulier. Zo'n aangifte aan het doen bent. Nou, dan heb je, daar hebben ze wat creatieve therapeuten, hebben daar wat andere modellen voor bedacht. Een balletje, dan kun je een balletje vasthouden en zeggen, met deze geef ik me zo en zo. Maar wat ik heel moeilijk daaraan vond, was dat je eigenlijk niet geholpen wordt in het vinden van de woorden die je nodig hebt om die situatie te beschrijven. Je krijgt eigenlijk een wit velletje papier zonder stippellijntje om een vliegtuig te vouwen. Dus we dachten, nou, hoe kunnen we dat doen? We hebben een klein spel gemaakt. Hier kun je een situatie nabootsen, dus een soort van editor. En die zet je in elkaar. Die bot je tegen iemand op het station. Dankjewel. Botsing. En dan kun je zeggen, nou, wat was de gebeurtenis? Wat was je gedachte? Wat was je gevoel? En wat was je gedrag? In de huidige situatie, bijvoorbeeld worden de dingen heen gesleept, dat zijn woorden die al klaarstaan. Kun je ook voorstellen dat er al woorden bij staan, dat je dan woorden weg moet slepen, zodat je kunt zeggen, nee, dat niet en dat niet, want dat is voor sommigen ook voor mensen makkelijker. Je kunt eigen woorden toevoegen. En dan kun je eigenlijk die hele situatie iets visueler doen en je kunt eigenlijk herstructureren met je gevoelens en je emoties die op dat moment. Ja. Dit is een tool voor in 4 weken ontwikkeld en we zijn het nu verder aan het ontwikkelen tot een soort van groot adventure game met allemaal verschillende speelstijlen en dingen erin waar het verhaal aan in loopt. Wat ontspannender is en waar vooral eigenlijk alles wat spelers maken in een database wordt gevoerd en wat terug wordt gegeven aan andere spelers zodat de situaties authentieker en bijzonderder zijn. Omdat wij dat niet allemaal hoeven te maken. Dus we geven weer de kracht terug bij de speler. Dat doen we ook met andere spelers. Dit zijn games die we aan het ontwikkelen zijn voor seksueel misbruik. Daar wil ik heel graag meer over vertellen, maar ik merk dat ik daar altijd meer tijd voor nodig heb. Anders krijg ik een hele heftige discussie als ik vertel dat ik een cybersex game heb gemaakt voor 8-jarige kinderen. Dit is heel gevoelig. Dus ik dacht, laat ik het hierbij laten. Dit was een beetje een experiment met de kaarten. Het is heel leuk om te zien dat in elke groep anders loopt. Dank jullie wel voor je aandacht. In conclusie, ik nog twee slides, dat is één slide. Van happiness naar motivatie. En van motivatie naar autonomie. En eigenlijk als je gaat ontwikkelen om mensen te motiveren en je wil mensen autonomer maken, begin dan niet bij de regels, begin dan niet. Dit moet je doen, dit moet je doen, dat moet je doen. Maar zoek eens van wat kun je veranderen aan de persoonlijke situatie zonder dat je de situatie verandert. Dank u wel.